We staan weer aan het begin van ons bollenseizoen en de velden komen alweer mooi in bloei. En we gaan natuurlijk binnenkort ook weer rijden van Noordwijk naar Haarlem met ons prachtige bloemencorso. Maar wat komt er eigenlijk bij kijken om zo'n mooie praalwagen tot stand te brengen? En dat ga je zien in deze korte video. Ja, ik spreek wel eens mensen die zeggen van in januari tegen mij zo, Willem, ben je weer begonnen met het bloemencorso? Maar wij beginnen in mei al met het bloemencorso. In mei evalueerden wij het bloemencorso wat we in april hebben gereden. En uit daaruit halen wij heel veel zaken die we het jaar erop weer anders of beter of in ieder geval anders moeten doen. En dat geldt voor alle bestuurders. In principe zit ik ook bij het TC, dus de technische commissie van het bloemencorso. En eigenlijk vanaf het begin van de praalwagensopbouw tot eigenlijk het afwerken, dat mag ik wat in zeggen. Als het ontwerp klaar is, dan gaan we een technische tekening maken. Die technische tekening wordt naar de agro en naar het hoofdcomité gestuurd. De agro maakt dan onze wagen van staal. Dat is het enige wat wij uitbesteden, de rest doen wij allemaal zelf. En als die wagen klaar is, dan wordt die vervoerd naar de Klinkenberghallen. En daar staan alle praalwagens. Daar staan de drie eigenbouwers, maar er staan ook de wagens van de gemeente, de commerciële wagens. En dan kom ik met onze groep die avonden en middagen werken aan onze wagen door middel van plastic en karton. En dan is eigenlijk de wagen klaar. Ik ben tijdens de bouw regelmatig bij de constructeurs aanwezig om te kijken of kwaliteit van het laswerk, de kwaliteit van het schuim wat opgespoten wordt. En tijdens de opbouwdagen is het de kwaliteit van het steekwerk, dat we niet halverwege de rit de helft van de bloemen verliezen. Ja, het schuim is eigenlijk op basis van twee componenten. Dat komt samen in één zo'n klein neusje. En dan spray ik het zo over de wagens. Dan is het ongeveer na een minuut is het uitgehard. En dan kunnen de mensen met naalden de hyacinten vastzetten in de praalwagen. En dat blijft heel goed zitten. Ik denk dat ik dit jaar weer met textiel ga werken om het heel strak te krijgen. En daar ben ik dus voor de speciale dingen. De stekersverenigingen die zijn al jaren bij ons actief. En die zorgen ervoor dat de wagens gestoken worden met de hyacinten. En ook de zijden gestoken. En die zorgen dat de wagens gewoon mooi op vrijdag naar Noordwijk eruit vertrekken. We zijn een corsogroep die eigenlijk alles heel veel verzorgt, van het begin tot het eind. We maken zelf het ontwerp, we maken de technische tekening. We hebben een eigen arrangeur, Michael van Namen. We hebben een eigen catering. En in de corsoweek zelf hebben we ongeveer 50, 60 mensen die ons helpen met het steken van onze praalwagen. Die week dan staan de wagens al in de hal klaar. En op maandagavond komen de stekersverenigingen al naar de hal toe. Dan komen ze de tafeltjes te brengen, de koelkast neerzetten, alvast de stijgers plaatsen om alle voorbereidingen te doen. Ze gaan op dinsdagavond gaan ze er ook voor zorgen dat ze precies weten wat voor kleuren er allemaal zijn. Dat is natuurlijk belangrijk, want ja, je kan wel zeggen ik wil het in het wit of in het geel hebben. Maar als die kleuren niet beschikbaar zijn, moet je toch creatief zijn. En dat zijn de groepen allemaal heel erg. En dan worden de bloemen, de tulpen, de narcissen en de hyacinten opgeprikt. De wagen is dan klaar en dan hopen we maar dat we een hele mooie praalwagen hebben. Ja, het bloemencorso is bollenstreekpromotie, is Zuid-Holland promotie, is eigenlijk Nederland promotie. We zijn een geurend en kleurend bloemencorso, de enige in de lente. We hebben 950.000 bezoekers langs de kant. We hebben 850.000 kijkers bij Max. Wij hebben denk ik heel veel mensen op social media. We hebben 24 buitenlandse televisiestations die ons zeg maar, opnemen en uitzenden in hun eigen land. Dus het is best wel een behoorlijke impact. Het allerleukste van het koor is natuurlijk als hier de hal vol staat met mensen. En eigenlijk al het werk wat ik heb gedaan, dat hele in het schuim zetten. Dat daar een bloemetje bij komt en eigenlijk zie je mijn werk dan niet meer. Dus ja, dat is eigenlijk, dat vind ik eigenlijk het leukste. Gewoon de samenhorigheid met vrijwilligers. Ja, dat die enthousiasme, dat is onbetaalbaar. Ik vind het geweldig. Het is om te beginnen is dat het lentegevoel, hè, wat je de hele streek ruikt naar de bloemencorso. En dan tijdens de opbouw aanwezig. En het hele proces meemaken van begin tot het eind. En dan helemaal meerijden op de scooter naar Haarlem. En dat is dus geweldig. Ik hoor bijna 12 maanden per jaar corso.
soms wel eens zo van, oh alweer het corso, ja, het corso leeft. Ja, heerlijk. Het corso wat op de weg komt als bekendheid van de Bollenstreek, dat is top. En ik mag dan lekker de hele dag op de fiets meerijden en dan kom je heel veel bekenden tegen. En dan zie je heel veel mensen staan en overal hoor je dat het druk is. En dan denk je van kijk jongens, dit hebben we toch wel weer met elkaar, met al die meer dan 1000 vrijwilligers, hebben we dat toch weer mooi voor elkaar gekregen. Ja, dat is een bekroning op de hele week, of na de hele week, het hele jaar hard werken voor het Bloemenkorps. Ik hoop dat deze film een goede indruk heeft gegeven over de praalwagens. En wil je meer weten over de corso, kijk dan even op onze website en op onze social kanalen.